brandweer. Wij zijn bij de brandweer. Als het brandt, dan blussen wij het vuur. Wij zijn bij de brandweer. Wij zijn bij de brandweer. De brandweerwagen zit in aan het stuur. We komen snel ter plaatse, maar er is geen vuur te zien. Alleen onder die boom, daar staat een man of tien. We gaan een kijkje nemen en Janine die gilt heel luid. Mijn kop zit in die boom daar, maar we halen ze er wel uit. Wij zijn bij de brandweer, wij zijn bij de brandweer. Als het brandt, dan blussen wij het vuur. Slaap, dat is Samson. Wat een geluid wanneer hij gaapt. Dat is Samson. Wie ligt er te draaien in zijn man? Dat is Samson. Wie snurkt er het luidste van heel het land? Dat is Samson. Dat klopt, want ik was aan het dromen. Ik viel net uit heel hoge bomen. Ik vloog toen recht naar de zon. In een grote luchtballon. Zeg, droomde jij dan ook van mij? Of was ik er even niet bij? Wij tweeën zijn samen toch één. Nee, in deze droom was ik alleen. Snurkt er altijd in zijn slaap, dat is Samson. Wat een geluid wanneer hij gaapt, dat is Samson. Wie ligt er te draaien in zijn mand, dat is Samson. Wie snurkt er het luidste van heel het land, dat is Samson. In een huis vol met snoep, en daar had ik aardbeiensoep. Ik viel van de trap af omhoog en schaatste op een regenboog. Was ik dan geen droomprins te paard die jou redde in volle vaart? Was ik er niet eventjes bij? Nee, ik droomde alleen maar van mij. Wie snurkt er altijd in zijn slaap? Dat is Samson. Wat een geluid wanneer hij gaapt. Dat is Samson. Wie ligt er te draaien in zijn mand? Dat is Samson. Wie snurkt er het luidste van heel het land? Wie snurkt er het luidste van heel het land? Dat is Samson. Dag jongens en meisjes, een goeiemorgen. Zeg Johan, zou jij de kinderen niet één bij hun voornaam aanspreken? Dat is toch veel beleefder? Ja maar Coco, ik ken toch niet alle namen van de kijkers van buiten? Maar je kunt toch proberen? Okido. Dag Jan, dag Piet en dag Fien. Dag grootmoe, dag grootpapa en dag dikke Trien. Oh Coco, dit kan niet door de beugel hoor. Dikke Trien, dat mag je niet zeggen. Okido.
Dag, magere Trien. Dames en heren, sorry, ik weet niet wat er gebeurt met Coco. Ik wel, ik doe een beetje top. Ja, laten we vlug kijken naar de tekeningen. Tekening nummer 1. Komt van Dietwien Elbers, is 8 jaar, woont in Knokke-Heist aan zee en heeft een speciale hobby. Hij speelt graag Batman met zijn vriendjes. En dit is zijn tekening. Charlotte Mareel woont aan de andere kant van de taalgrens, in Rebec. Ze is 5 jaar en stuurde deze tekening met een kindje, een bloem, een vaas, een zon en 2 wolkjes. Ze kijkt heel graag naar Vanna 1, Vanna 2. En dan Merlijn de tovenaar, die in de toekomst kan kijken. Merlijn kregen we van Jana van Put. Ze woont in Houthalen en is 10 jaar. Achteraan de tekening schrijft ze vele groetjes aan iedereen. Bedankt, Jana. En deze komt uit Lembeke. Jan van Zelen is 10 jaar en tekende mezelf en Coco in ons autootje. Als je goed kijkt, zie je een postbus waarin je al je tekeningen en brieven kunt stoppen. Carme Blondeel tekende deze dolfijntjes die uit het water springen. Carme is 9 jaar geworden en woont in Geel. En naar dit adres mag je ook kaartjes sturen met daarop het 5 letterwoord dat je moet zoeken. Vanna 1, Vanna 2, lokaal 1B29, 1043 in Brussel. Dat wist je natuurlijk al, hè, ons adres? Ja, maar enkel kaartjes, geen brieven, hè? Inderdaad, Coco. Dus als je een cocotaart of een gezelschapsspel wil winnen, dan noteer je het antwoord enkel op een gele of een printkaart. Voilà, c'est ça. En wij tonen vandaag onder andere tekenfilmpjes en een sprookje. Maar eerst postbus iets, hè? Ja, we keken even naar wat er gisteren gebeurde. Je weet wel, het ging over vliegende schotels.